Yo, Nintendo fans! In de vorige video hebben we hier in dit gebied de Stony Cliff Titan verslagen. Dat was die mega grote krab. En nu ga ik daar naartoe naar het volgende stadje, want daar is de Grass Gym. Hey, deze guy is ook bezig met zijn treasure hunt. Soms is het een klein beetje vaag wat die treasure hunt nou precies inhoudt hier in Pokémon Scarlet en Violet. Maar eigenlijk houdt het gewoon in alle badges halen, alle titans verslaan en uiteindelijk ook Team Star oprollen natuurlijk. Daar draait het allemaal om en ondertussen even een Gastly verslaan voor de XP. Hoppakee! Fiddle gaat naar level 17. En Palmy die mag even deze Murkrow verslaan. Gaat er vast wel lukken, hè? Hoppakee. Pokémon Scarlet en Violet zijn inmiddels meer dan een week uit. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel uur jij Pokémon Scarlet en Violet al hebt gespeeld. Laat het weten in de reacties. Knal die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dit gewoon een leuk Nintendo kanaal vindt. Ik zie nog steeds dat er meer mensen niet geabonneerd zijn dan wel geabonneerd zijn. Dus kom op. Abonneer allemaal en help mij richting die 100.000 abonnees. Hé, maar effe. Ik zag net hier zo'n krab lopen. Die kan ik toch vangen? Ja, hier. Deze lijkt me eigenlijk best wel cool. Maar ik weet niet of het een goede Pokémon is. Hallo, Klaf. Ik ga hem even aqua jetten. Even snel aanvallen met mijn wateraanval. Ja, steentype Pokémon gebruik ik meestal niet zoveel. Ik heb altijd het idee dat die heel snel kapot gaan. Want er lopen in de wereld altijd veel water-Pokémon, veel gras-Pokémon. En dat zijn natuurlijk de weaknesses voor Rock-type-Pokémon. En daarom gebruik ik eigenlijk nooit steentype Pokémon. Ik vind hem wel leuk trouwens. De soort van mechanische Krabby. Oeh, hij is wel sterk trouwens. Die klap die kwam echt hard aan. Oké, ik ga hem proberen te vangen. Dat wel. We gaan hem sowieso vangen. Dan hebben we de optie om hem in het team te doen. Maar ja, ik twijfel toch, jongens. Ik twijfel toch altijd over steentype Pokémon. Woe, kijk deze XP. Iedereen gaat het level omhoog. Ja, dit is dus Klaf. En het is echt alleen een steentype. Nou ja, om die reden doe ik hem dan toch maar niet in mijn team. Sorry, Klaffie. Hé, hey, hier hebben we die springkaantjes. Oh, oh, niet wegrennen, niet wegrennen. Kom hier, kom hier. Dat betekent waarschijnlijk dat we te sterk voor ze zijn. Oh, dat valt best wel mee trouwens. Hij is gewoon level 17, deze Nimble. Dit ziet er zo zwak uit. Dit kan toch geen sterke Pokémon zijn? Zo'n heel klein beestje. Deze kan nooit goed zijn, man. Maar waarom rende die dan eigenlijk weg? Hij begon te zweten. Oh, 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 oh. Die gaat wel heel snel uit, die Pokéball. Oké, okay, poging 2. Let's go! 1, 2, 3 tikjes. Ja, we hebben hem. Maar ja, ook voor Bug type Pokémon geldt weer. Dat, Bug en Steen, die doe ik eigenlijk zo weinig in mijn team. Gewoon puur door de weaknesses. Ja, nee, ja. Dit is allemaal leuk en aardig, die Nimble. Maar die gaat denk ik toch ook niet in het teampje, hoor. Arme Nimbletje. Oké, okay, Pokéballetje oppakken. Dan zijn we bijna bij het stadje waar we moeten zijn. Maar voordat ik de stad in ging om de gymleader uit te dagen, battelde ik nog even met deze meid. Zij gooide er een Happiny uit. Maar na een beetje was Happiny alweer weg. Ik liep per ongeluk tegen een Rookie die aan. En Mashie maakte die vrij snel kapot. Ik ben best wel blij met deze Mashiv. En ik battelde ook nog even tegen deze Klaf. Want met heel weinig moeite zie je dat je toch heel veel XP krijgt als je Klaf verslaat. Fiddo leerde de move Play Rough. En dat vind ik een hele chille move. Hey, kijk nou. Hier is er nog één. En daardoor gingen nog 3 Pokémon een level up. Wow, Palmy gaat evolueren. Yo, ik ben heel benieuwd hoe Palmy eruit komt te zien. Ik ben ook benieuwd of hij nog een extra fase heeft. Hij heeft een kuif gekregen. En hij staat nu op 2 poten. Dat is het eigenlijk. En hij heet Palmo. Oh, en hij wordt nu een fighting type, zo te zien. Als zijn groep wordt aangevallen, is Palmo de eerste die de battle aangaat. Hij verslaat zijn vijanden met zijn vechttechnieken en zijn elektrische schokken. Zo te zien had hij dus nog een evolutie. Hey, nice. Ik kan al Great Balls kopen. En dan is het nu tijd om dit stadje in te rijden en de gym challenge te gaan doen. Wat een gezellig stadje is dit. Volgens mij heeft iedereen het hier prima naar zijn zin. Wat een mooie bloemetjes overal. Hey, Floorgas. Vet. Pokémon ook wel hoor. En hier rechts is de gym. Ja, deze heb ik dus al gedaan toen ik naar Londen ging om Pokémon Scarlet en Violet een uurtje te spelen. Maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Want hij is leuk. Hij is leuk. En nu mag ik alles laten zien. En dat mocht toen niet. What up, Nemona? Het is zo gek dat we elkaar random steeds tegenkomen bij de gyms. Wat een toeval. En ik zweer dat ik niet stiekem voor je uitsneek. En omdat ik dan kan zeggen, oh wat raar, wat raar, wat raar. Jawel, jawel. Je wil battelen met mij, hè? Oh nee, je gaat niet battelen. Oké, doei. Ik wil deze gym challenge gaan doen, want ik wil mijn volgende badge gaan halen. We zijn in de Artisan Gym. Maar natuurlijk moeten we eerst weer een gym test doen. En voor de gym test moet ik even met deze mevrouw gaan praten. Hallo, ik heb zorg over de Artisan Gym's Sunflora's. Ik hoop dat je klaar bent. Want de Sunflora's gaan verstoppertje spelen. We moeten 10 Sunflora's vinden en ze daar terugbrengen. Oh, oh, hier staat er gelijk al één. Oh, 2 voor mijn neus. Hallo, komen jullie gezellig met me mee? Zulke blije Pokémonnetjes zijn dit. Kijk hoe ze rennen. Ik vind ze echt zo grappig. Oh, er staat er nog één gelijk. Nummer 3. Hallo. Ja hoor, hier staat er ook één. Nummertje 4. Ja, hier bij het zwembad. Hier staat er één. Bij de automaat.
Heb je dorst, jongen? Deze, die is fan van de Olympische Spelen, zo te zien. Nummertje 6. Hallo meneer, heeft u misschien ook zijn flora's gezien? Ja, hier staat er een bij het ijskraampie. Het zijn hongerige en dorstige zijn floraatjes, hoor. Kijk ze rennen. Ik heb mijn Sunflora leger meegenomen. Ja, daar is er nog één. Oeh, en dan moeten we er nog maar één. Oh, die rent weg. Hé hey, joh, stop eens. Ho eens, stop eens met rennen. Kom hier. Ja, Kevin, jongen. Oh, je wilt battelen? Wat? Ik dacht dat we alleen verstoppertje aan het spelen waren. Nou ja, helemaal prima. Ik heb een embertje voor jou klaarstaan. Oeh, die is super effective, maar nog helemaal niet zo sterk. Mijn Charcadet moet echt nog een beetje levelen en betere aanvallen krijgen. En evolueren natuurlijk. Want waarom doet het zo weinig pijn als mijn Charcadet level 17 is en Sunflora level 13? Ik zou hem gewoon in één keer moeten kunnen slopen, toch? Come on, Charcadetje! Ember! Oké, we hebben hem wel in ieder geval. Maar kom je nou nog met ons mee dan? Oeh, Charcadet gaat een level omhoog. En Palmer wil Bite leren. Doe maar in plaats van Quick Attack. Oké, kom mee, jongen. Nummertje 9. La la la. Hé, hey, daarachter staat er één. Stop. Jij hebt je wel echt goed verstopt, jongen. Oké, jongens, we zijn compleet. Hallo, mevrouw. Ik heb er 10 gevonden, hoor. Hé, hey, de gymtest is gehaald. Ja, ja, ja. Ze zijn allemaal weer terug in de Sunflora-tuin. We mogen terug naar de lobby en de gymleader gaan uitdagen. There we go. We moeten tegen gymleader Brassius, de Verdant Virtuoso. Dat klinkt heel luxe allemaal. Daar zijn we, daar zijn we. En waar is die dan? Hij zegt, gegroet, challenger. Oh, je staat gewoon bovenop die molen daar, joh. Niet naar beneden springen, jongen. Dat is veel te hoog. Oh my gosh. Superhero jump. Heb jij superpowers, Brassius? Hij zegt, ja, goed gedaan dat je zo ver bent gekomen. Ik ben Brassius en ik specialiseer me in grastype Pokémon. Ik ben de gymleader van de Artisan Gym. Ik keek naar de gymtest van bovenop die windmolen, weet je wel. Hoe je die Sunflora hebt gevonden is truly avant-garde. Ik bid dat je ook zo elegant en mooi zal battelen. We gaan beginnen aan dit mooie stukje kunst. Bent u klaar? Ik ben er helemaal klaar voor, joh. Let's go! Daar gaan we, Brassius. En hij begint met Petalil. Ik begin natuurlijk met Charcadetje. Nog niet zo heel sterk. Ik kan hem ook niet terrestrialize, hè. Hij was een normal type terrestrialize Pokémon. Dus dat heeft niet zoveel zin. Oké, dan gaan we gewoon Ember. Ja, zo, hoppakee, Embertje. Ik krijg een Mega Drain om mijn oren. Oeh, kan ik hem dan nu wel de volgende beurt kapot maken? Ik denk het net. Misschien precies gewoon. Come on, Charcadet. Ja, lekker. Pokémon nummer 1 is down. Nu moet ik tegen een Smoliv. Let's go. Ik vind het wel altijd jammer dat de gymleaders niet gewoon 6 Pokémon tot hun beschikking hebben. Ik bedoel, jij hebt als Pokémon trainer ook altijd 6 Pokémon. Dan zou ik het veel leuker vinden en uitdagender als je ook tegen 6 Pokémon moet. Want waarom zou een gymleader geen 6 Pokémon hebben? Er is geen enkele reden te verzinnen waarom een baas van een gym niet gewoon 6 Pokémon zou kunnen hebben. Als jij als beginnende Pokémon trainer ook gewoon na 5 minuten in de game al 6 Pokémon hebt. Nou ja, anyway, 2 Pokémon gaan een leveltje omhoog. Dan moet ik nu tegen Sudowoodo. Dat we natuurlijk ook een Grass-type Pokémon. Ik ga Wooper inzetten. Ik bedoel, die krijgt waarschijnlijk wel wat pijn, maar die kan ook wat pijn uitdelen. Go Wooper! Nou weet ik niet of mijn Wooper terrestrialized in een Ground of in een Poison-type Pokémon. Ik hoop in een Poison-type Pokémon, omdat ik dan Poison Tail kan doen. Maar daar gaat hij. Hij noemt zo'n Sudowoodo Truly Woodo. En die is wel sneller dan mijn Woompertje. Let's go, Brassiosi. Lekker bezig, jongen. Jouw Sudowoodo heeft mooie bloemetjes op zijn bakkes. Maar daar is mijn Woompertje! Het is toch een ground type. Oef. Oef, jammer. Gegokt en verkeerd gegokt. Ik ben benieuwd hoeveel pijn ik ga krijgen. Hij gaat voor Trailblaze. Ik weet niet zo goed wat dat voor move is. Een hele pijnlijke. Niet leuk dit. Ik denk dat hij mij lastig gaat maken. Zal ik hem disablen? Nee! Nee, nee! Niet rock throw doen! Oké, dit gaat niet de goede kant op. Fiddo, jij dan. Doe play rough. Oh, maar deze Trailblazer is sterk, man. Deze Sudo. Oké, nee, valt mee. Come on, Fiddo. Jij kan dit. Ik heb vertrouwen in je. Zolang hij dit blijft doen, kunnen wij dit. Oh, maar hij doet ook Fiddo pijn. En hij is super snel. Is Trailblaze zo'n move die steeds sterker wordt? Niet mijn Fiddo kapot maken, alsjeblieft. Dat zou ik echt niet leuk vinden.
Gelukkig, hij overleeft het. Ik ga Pokémon wisselen. Ik wil niet dat Fiddle kapot gaat. Is die veel te schattig voor? Come on, Mischief. Jij mag het afmaken. Hij doet Trailblaze. Ja, dit gaat goed komen. En hij doet nog een keer Trailblaze. Come on, Mischief. Bijt hem. Ja, en hij is weg. Jeetje. Oké, die Sudowoodo die deed nog even lastig. Maar ja, ik had ook gewoon niet de goede keuzes gemaakt. Ik had ook gewoon gelijk Fiddle en Mischief in kunnen zetten natuurlijk. Quaxwell wil Aqua Cutter leren. Oh, oké, dat wil ik wel. In plaats van Water Pulse, let's go. En dan hebben we Brassius verslagen. Yeah! De tweede badge is binnen. Althans, de tweede gym badge. We hebben natuurlijk ook al een Titan badge. Zullen we nog even op de foto? Hij vindt dat wij het heel goed en elegant hebben gedaan. Het was bijna perfectie. Het is kunst. Er is een artiest in jou. Oké, Brassius. Jij bent met een aparte gym leader, moet ik zeggen. Oh, wel een coole foto, hè? Hele coole foto. De gym badge is binnen. En we krijgen nog de Trailblaze TM. En hij gaat weer aan een nieuw kunstwerk werken. Er is een stem die tegen mij zegt... Hey, sorry, maar ben jij de Rikachu over wie ik zoveel hoor? Nemona had het over een nieuw gezicht. Een veelbelovend nieuw gezicht. Sorry, ik wilde je niet zomaar laten schrikken. Mijn naam is Hassel. En ik ben lid van de Elite Four van de Pokémon League. En ik geef ook kunstles op de academie. Dus vertel me, waarom wil jij zo graag kampioen worden en gym badges verzamelen? Gewoon voor de lol. En Hassel die zegt, alle paden leiden naar de grote krater in Paldea. Oh, maar daar mochten we juist niet komen van de professor. Of van de directeur bedoel ik. Oké, Hassel, thanks voor deze informatie. Oh, wat is er? Mocht je nog steeds Pokémon kampioen willen worden, dan moet je op één dag tegen mij battelen. Begin maar te trainen. Zomaar stoer doen. Lekker hoor. Deze gym badge is binnen. En in de volgende video gaan we lekker naar Team Star toe. Dus even kijken wat zij allemaal aan het uitspoken zijn. Dus als je dat wil zien, begin te abonneren en te liken. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!